Maar een tijd geleden, toen zat ik met mevrouw op de bank s'avonds en ik was op mijn telefoon, was foto's aan het kijken van het laatste jaar voordat we kinderen hadden. En ik zat te kijken, ik zeg tegen haar, oh, moet je dat kijken joh, die we al gedaan hebben toen, gewoon qua hier joh, reizen en stedentripjes en feesten en dingen met vrienden, moet je kijken joh. En mevrouw die kijkt me aan, die zegt, ja, maar het was ook wel een beetje een oppervlakkig leven. Ja, en daar heeft ze ook wel weer gelijk in. Want als ik weer eens om 3 uur 's nachts op de huisartsenpost zit met een eilend kind in mijn armen, denk ik bij mezelf, oh, de diepgang. Oh, oh, mensen, echt, echt. Hoe je ziel verrijkt wordt van 3 kwartier lang in de motregen een schommel duwen. Oh, 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 ja joh. Ik kwam laatst een pakketje bij ons thuis en mijn dochter zegt, wat is dat? Ik zeg, ik heb een regenjas besteld. Waarom? Ik zeg, nee, ik had nog geen regenjas. Zegt, waarom? Ik zeg, nou ja, voordat ik kinderen had, zat ik met kut weer binnen.